Hallo allemaal. Een hele goede avond. Even kijken. Zien jullie mij? Ja, ook. Hallo. Yes. Wat fijn. Welkom allemaal. Super fijn dat jullie er allemaal bij zijn. En welkom allemaal bij deze masterclass. Even kijken. Hoi allemaal, oh wat leuk. Gisele, Mirjam. Oh, er verspringt. Bianca, Farida, Cher, Bianca. Fleur, hoi allemaal. Super leuk dat jullie er allemaal bij zijn vanavond. En we gaan vanavond een hele mooie avond beleven met de Ask Your Spirit Guides Masterclass. En misschien hebben jullie al een keertje meegedaan met de masterclass van mij, maar ik heb hem gewoon weer opnieuw gemaakt. Dus we gaan gewoon weer een hele leuke avond beleven met weer nieuwe meditaties en nieuwe content. En ik ben heel erg benieuwd hoe het met jullie gaat allemaal. We gaan zo meteen er lekker induiken. En voor degenen die misschien al vaker met mij samen hebben gewerkt, voordat we echt de content induiken, gaan we namelijk eerst eventjes inchecken bij jezelf. Want we zijn waarschijnlijk allemaal, komen we uit eten maken, kinderen naar bed brengen of uit werk racen. En is het juist zo fijn om eventjes hier te landen, om eventjes te voelen dat we hier zijn. Dus je mag eerst even starten met heel eventjes je ogen te sluiten. En heel eventjes naar binnen te keren. Yes. Sluit je ogen even allemaal, lieve mensen. Voel even hier dat je hier zit. Op deze stoel. Voel je buik een beetje opbollen als je inademt. En voel je navel een beetje naar je ruggengraat trekken als je uitademt. Gewoon eventjes bij jezelf inchecken. En stel jezelf dan voor dat we in een prachtige grote cirkel staan. Van 170 mensen die zich vanavond hebben ingeschreven. 170 mensen die mee gaan doen aan deze masterclass en vanavond erbij zijn of later terugkijken. Voel dat we in een kring staan met z'n allen. En dat je de energie door je handen voelt gaan. Voel de energie door je handen gaan. Dat we hier allemaal samen zijn in liefde. Dat we hier samen zijn om elkaar te dragen. Dat we hier samen zijn om connectie met onszelf. Om vanuit daar de connectie met het universum te maken. Voel ook even dat alle energie die niet van jou is, nu via je voeten je lichaam verlaat. Echt even in je eigen energie.
Supermooi. En open dan weer langzaam je ogen. En dan zijn we weer hier. Yes. En laat even in de chat weten hoe je je voelt. Hoe zitten we erbij vanavond? Ik heb heel erg veel zin om dit vanavond met jullie te gaan doen. Laat even weten hoe jullie je voelen. Ik voel me in ieder geval heel erg energiek. Ik had een hele chille dag. En ik had echt, heb mezelf echt opgeladen naar deze sessie toe. En ik voel het veld ook echt super energiek met alle mensen die hierin zijn. En helemaal fijn hier met mij deze sessie gaan beleven. Dus heerlijk. Ik zie hier in de chat ook veel zin in. Lekker ontspannen. Na een hectische dag voel ik mij weer rustig en heb ik veel zin. Fijn, geaard, relaxed, rustig, ontspannen, nieuwsgierig. Nice, super fijn. Ja, daar gaan we. En ik ga jullie meenemen op mijn reis. Want het is nogal een reis geweest voor mij ook om hier dit allemaal te beleven. En het blijft iedere keer weer nieuwe dimensies ontdekken hierin. Dus ik ga jullie meenemen. Het is namelijk 8 januari 2023. Vorig jaar, 8 januari 2023. En mijn zusje ligt op dit moment aan de beademing op de intensive care. En ze wordt hier kunstmatig in slaap gehouden. Mijn zusje was 34 weken zwanger en werd met een griepje opgenomen in het ziekenhuis. En die nacht kwam de bevalling op gang en kreeg ze een keizersnede. En tijdens de bevalling kreeg zij geen lucht en kwamen ze erachter dat ze een hele zware longontsteking had. De kleine Jake, haar zoontje, werd gelukkig geboren, ondanks de omstandigheden, en maakte het goed. Maar mijn zusje niet. En daar lag mijn zusje, al 16 dagen, met allemaal slangen aan haar lichaam. En ik voelde mij machteloos en bang en verdrietig. En het enige wat ik kon doen, was vertrouwen houden. En op dat moment was ik zo dankbaar dat ik mijn connectie met mijn spirit team kon maken om raad te vragen. Mijn methode is om automatisch te schrijven. Dus ik zette mijn pen op het papier en schreef het volgende. Lieve Rochelle, je doet alles wat er in jouw kracht ligt om te doen voor je zusje en dat voelt ze. Ze is op een space waar ze alles waarneemt op een andere manier. Ze lijdt niet nu, dus voel dat haar lichaam en ziel nu even los van elkaar zijn. En dat zij op een reis kan naar plekken waar ze anders nooit kwam in haar bewuste staat. Haar lichaam mag de rust krijgen om te helen, zodat straks de machines één voor één kunnen worden afgebouwd. Ze gaat er echt bovenop komen. Vertrouwen houdt je door je hart terug te keren, keer op keer. Bij jezelf blijven. Als de angst je te veel wordt, zeg dan: ik kies ervoor mijn hart op te vullen met liefde en dankbaarheid, zodat ik de kracht in mijzelf voel. Rochelle, je mag voor jezelf ook een dag van rust inplannen om weer even bij jezelf en de baby te focussen. Dat heb je nodig. Iets gezelligs. Iets waar je blij van wordt. Dat is echt goed voor je en doet niets af aan hoe je over je zusje denkt. Let's love her back into life. En ik kan je vertellen dat dit een van de moeilijkste momenten in mijn leven was. En dat je denkt van, Jezus, wat moet ik hier doorheen? En juist op dit moment vond ik het zo fantastisch. Was ik zo dankbaar voor de connectie die ik had. Het raakt me ook weer. En dat ik mij mag laten leiden door mijn spirit team. En nu, een jaar later, gaat het fantastisch met mijn zusje en haar kindje. En na 6 weken aan de intensive care is ze weer helemaal hersteld en spreken de artsen over een wonder. Dus ik wil met jullie delen vandaag ook vanuit mijn hart hoe dankbaar ik ben dat jullie hier allemaal ook zijn om dit voor jezelf ook te gaan ervaren en voor jezelf ook uit te gaan breiden. Want het is super mooi om die connectie te ervaren, zodat jij ook voelt dat je dat vertrouwen mag houden, ook als het helemaal kut gaat. Want daarvoor
is die connectie. En om je te laten leiden, zodat jij je leven helemaal gaat leiden, zodat jij je mooiste leven leidt. Dus dit wil ik met jullie delen. En vind ik super tof dat er vanavond zijn er al 80 mensen live, zie ik alweer. Pink even een traantje weg hierom. Dat we dit samen mogen doen. En dat jullie ook, dus wil ik jullie zo erg aanmoedigen, dat jullie ook je connectie hierin beter gaan maken. Want het is zo mooi om vanuit die connectie met jezelf en met het universum te leven. Ah. Ja, ik zie allemaal hele lieve hartjes en hele lieve berichtjes voorbij komen. Met gelukkig een mooi einde. Ja, het is gelukkig een heel mooi einde. En we zijn super dankbaar voor hoe het is gelopen. Maar ik ben ook super dankbaar voor de tijd die we hebben mogen doormaken. En ja, het steun die ik heb gevoeld van boven. De kracht die ik heb gevoeld in mezelf om dit te mogen doen. En we willen allemaal deze connectie voelen, maar we voelen het allemaal op een andere manier. Dus ik heb het op deze manier ervaren dat ik het kan schrijven, maar iedereen ervaart het op een andere manier. En daar wil ik jullie graag in uitnodigen om te gaan ervaren wat jouw manier is. Want we denken allemaal, we moeten allemaal helder zien. En dat heb ik allemaal in de films meegemaakt. Want dan zien we een persoon naast ons staan, maar dat is helemaal niet zo. Dus we gaan heel eventjes kijken naar alle vormen van hoe jullie boodschappen kunnen doorkrijgen en hoe je kan connecten met het universum. En dat werkt namelijk door de spirituele gaven die je waarschijnlijk wel kent: helder zien, helder horen, helder weten, helder voelen, helder ruiken, helder proeven. En je kan er nog veel meer bedenken, maar dit zijn de meest bekende. En ik ga ze eventjes één voor één langs om te kijken voor jezelf van welke is bij mij nou het meest ontwikkeld. Want er is er eentje waarschijnlijk bij jou het meest ontwikkeld. En je kan ook de andere hebben en je kan de andere ook ontwikkelen. Maar ga even kijken bij jezelf van is er eentje die er voor mij uitspringt die jij nu al zo ervaart. En de eerste is inderdaad helder zien. En hier gaat het over het zien van visioenen. En bij mij is helder zien iets wat ik zie met mijn ogen dicht, dus met mijn derde oog. En ik zie een beeld voor me en ik zie iets alsof het een droom is of alsof het een herinnering is. En misschien heb jij wel op deze manier komen de boodschappen tot je. Je kan ook helder horen. En dit kan zijn dat er iets liedjes op de radio hoort of dat je een stem hoort die iets tegen je zegt van ik moet toch echt naar die stad morgen in plaats van de dag erna. Je kan ook helder weten hebben. Dan is het echt een innerlijk weten. Soms weten mensen van, oh, die is zwanger en dat heeft iemand nog niet verteld aan jou. Dus dan zit er een soort van helder weten in je. Ook het helder weten komt een beetje voor in het automatisch schrift wat ik heb, want daar komen gewoon de woorden uit mijn pen. En daarnaast heb je nog helder voelen. En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je een bepaald gevoel in je lijf ervaart. Misschien heb je een knoop in je buik. Wezens hebben het vaak over een onderbuikgevoel. Dan gaat het over helder voelen. Je kan ook helder ruiken hebben. Dan heb je het over bijvoorbeeld, ik had laatst in een reading dat ik een parfum rook van iemand. En die beschreef echt, oh, dat is echt mijn oma. Of je kan helder proeven hebben. Toen had ik laatst een tabaksmaak in mijn mond. En ik dacht, waar komt dit vandaan? En toen had iemand het over een bepaalde ceremonie die met tabak te maken had. Dus kijk even bij jezelf en laat even in de chat weten welke voor jou het meest voorkomende is. En eigenlijk is helder zien dus niet eens per se degene die het moet zijn. Het is gewoon het zijn vaak één of meerdere van deze, hoe jij de boodschappen doorkrijgt. Kijk even mee. Helder weten, helder voelen, helder weten, helder voelen. Ja, nice. Helder weten, helder voelen, combinatie van helder horen, helder weten. Nice, helder voelen. Oh, wauw, ja. Oh, kijk, daar gaan ze. Poep, 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 poep. Helder weten, helder voelen. Ook met muziek, leuk. Ja, dat kan ook inderdaad. Heel goed, helder zien, helder voelen, helder weten. Nice, heel tof. Dus ik zie ook heel veel helder voelen, helder weten. Dus als we gaan samen straks een meditatie doen waarbij we connectie gaan maken met je spirit guides. Dan verwacht dan ook dat jij dus niet, als jij helder voelen en helder weten hebt ingevuld, dat jij per se iets gaat zien.
Maar vertrouw er dus op dat er een sensatie gebeurt in je lijf. Gebeurt er een zin die in één keer in je oor komt? Of iets wat je denkt van, nou ja, dit heb ik, deze tekst kan ik echt niet weten, maar die komt in één keer van links, zeg maar. Dus voel ook even bij wat jij zojuist hebt ingevuld aan wat jouw primaire manier is van boodschappen ontvangen. Dat je op die manier ook gaat voelen in de meditaties die je doet om connectie te maken met jouw spirit guides. Dat dat ook matcht met wat je zojuist hebt ingevuld. Dus dat als jij hebt zien, dan kan het best zijn dat jij inderdaad een beeld voor je krijgt. Dat jij een spirit guide in een gedaante ziet. Maar het kan ook zijn dat jij dus alleen maar een lichtbolletje ziet van energie. En ik heb heel vaak dat ik met mensen werk die graag hun spirit team willen ontmoeten. En dan zeggen ze van, ja, maar ik zie niks. Doe ik het dan wel goed? En juist doe je het hartstikke goed, maar het is dus dat we het allemaal op een andere manier ervaren. En vertrouw er dus op dat als jij zo meteen in de meditatie voelt dat je alleen maar een lichtbolletje ziet of een sensatie of je voelt een roze licht, dat dat voor jou ook helemaal top is. En ga dat uitbreiden. Ga daar nieuwsgierig naar zijn. En dan kan je er ook vragen aan stellen en verder vragen van hoe werkt dit en waarom laat je mij dit zien? Maar dat is stap 2 of 3 of 4 of 5. Maar voor nu is het dus heel erg goed om even te beseffen. En ik zie nog even. Oh, Shannon, zit jij gewoon in Bonaire mee te kijken? Wat gezellig. Dat je dus inderdaad kijkt van wat is mijn primaire manier van boodschappen doorkrijgen. En zo mag je dus ook de oefening die we straks gaan doen gaan interpreteren. En waar gaan we dan op afstemmen? We gaan afstemmen op onze spirit guides. En dat zijn er nogal wat in verschillende vormen en maten. En er zijn mensen die overleden zijn, die onze spirit guides kunnen zijn, die bij ons zijn. Maar het kan ook bijvoorbeeld gaan over voorouders die we dus niet hebben ontmoet. Of het kan zijn dat er een hele meester bij je is uit een ander tijdperk die je helemaal nooit hebt gezien in dit leven. Dus laat je verrassen ook als jij gaat afstemmen op jouw spirit guides wie het zijn. Want het kunnen dus allerlei verschillende vormen aannemen. En het hoeft dus niet per se te zijn dat het je opa is of een oom. Ja, voor mij is dat dus wel zo. Maar het kan dus ook zijn dat er misschien gewoon een oud vrouwtje bij jou is die heks is geweest uit een ander tijdperk. Je weet het niet. En het verschil tussen onze spirit guides en onze engelen is dat de spirit guides een menselijk leven hebben gehad. Het hoeft niet per se dus iemand te zijn die met ons connected is geweest, maar het is wel iemand die een menselijke ervaring heeft gehad. En dan heb je nog de engelen, en daar heb je ook weer verschillende soorten en maten in, maar die hebben dus geen menselijke ervaring gehad. Die hebben alleen een, ja, die zitten op zo'n hoge frequentie, die hebben niet de aardse lagen als, zoals wij die hebben meegemaakt, meegekregen. En die kan je dus weer voor andere dingen inzetten. En voor mij is mijn connectie met mijn spirit guide dus begonnen met mijn opa toen ik 20 jaar was. Toen kwam ik erachter op een vakantie met mijn toenmalige vriend. Toen zette ik mijn pen op het papier en toen dacht ik, hey, mijn pen begint te bewegen, want ik had dat een keertje gezien bij iemand van dat kan je doen. En toen kreeg ik een hele boodschap van mijn opa. Maar op dat moment vond ik het echt super spannend. Dat ik dacht van, ja, wat moet ik hier in godesnaam mee? Maar ik heb het dus in de afgelopen 5, 6 jaar weer steeds meer ontwikkeld. En daarvoor dacht ik, laat maar zitten. Ik ga het lekker wegdrukken. En toen ben ik gewoon lekker bij Microsoft gaan werken en dat soort grappen. Maar ja, het bleef toch een beetje aan mij knagen. En toen ik zwanger werd van mijn eerste kindje, toen begon het zich weer helemaal te uiten. En voelde ik zo sterk die connectie. En ben ik het verder gaan ontwikkelen. En daarom vind ik het ook zo tof dat jullie hier allemaal zijn. Omdat het ook super mooi is om het te verder te ontwikkelen. Alleen is het soms zo spannend. Want je weet niet wat je binnenhaalt. En je weet niet wie er dan bij je komt. Hoe kan je het veilig doen? En juist door daar iemand bij te zoeken. En vanavond hier met ons zit te zijn. Kan je het dus op een veilige manier doen. En weet je ook dat je daar dus je zakjes weer voor kan afsluiten. En kan je daardoor het ook echt gaan gebruiken. Want als je het dan eenmaal hebt toegelaten en erop gaat vertrouwen. En dat de mensen die misschien mee hebben gedaan met de soul reading cursus. Die zitten al dik in hun vertrouwen.
Dan gaat het echt voor je werken. En dan ga je echt daar plezier uit halen. En kan je dagelijks op afstemmen. Kan je om hulp vragen voor van alles. Dus ook op de momenten zoals ik het heb gedaan. Toen het met mijn zusje zo slecht ging. Dat je dus daar zoveel uit kan halen. En dan gaan we zo meteen in de meditatie. Gaan we daarmee van start. Dus kom lekker zitten. En maak het jezelf even comfortabel. Caroline zegt: ik ken de naam van mijn hoofdgids en bij gids nu alleen leren hoe je contact kan leggen. Oh, nice. Lekker. Ja, kom lekker zitten, want we gaan het samen doen. We gaan het samen ervaren. En wat we gaan doen is: ik ga je in een begeleide meditatie zo meteen naar een hele mooie plek brengen. Waar je zo meteen je spirit guides mag gaan uitnodigen. En wees dus ook nieuwsgierig hoe ze zich aan jou gaan manifesteren. Het kan dus zijn dat je dus iets voelt in je lichaam, een tinteling. Het kan zijn dat je een bepaalde sensatie ziet of voelt. Misschien hoor je wel wat, maar wees dus nieuwsgierig en vertrouw er dus op het eerste wat jij meemaakt, dat dat ook voor jou dus de juiste manier is. Alright, hebben we er zin in? Yes, ik wel in ieder geval. Dus kom lekker zitten. Maak het jezelf lekker even comfortabel. En sluit je ogen. En breng je aandacht naar binnen. En het gaat er in deze meditatie niet om of je het goed doet of fout doet. Je kan het namelijk niet goed of fout doen. Je kan het alleen maar doen of niet doen. En je hebt er al voor gekozen om het te doen. Dus hiermee is het eigenlijk allemaal al oké. En stel jezelf open. Om te ervaren wat jij mag ervaren. En breng je aandacht dan naar je ademhaling. En dan gaan we samen een ademhalingsoefening doen waarbij je vier tellen in, vier tellen vast, vier tellen uit en vier tellen vast ademt. Dus waar je ook bent, mag je je nu uitademen. En dan gaan we samen in. 2, 3, 4. Hou vast. 2, 3, 4. En uit. 2, 3, 4. Hou vast. 2, 3, 4. En in. 2, 3, 4. Hou vast. 2, 3, 4. En uit. 2, 3, 4. Hou vast. 2, 3, 4 en in. 2, 3, 4. Hou vast. 2, 3, 4 en uit. 2, 3, 4. Hou vast. 2, 3, 4 en in. 2, 3, 4. Laat dan je eigen ademhaling weer terugkomen. En merk even op wat deze ademhalingoefening met je heeft gedaan. Voel je voorhoofd ontspannen. Laat het los. Voel je wenkbrauwen ontspannen. Laat het los. Voel je kaken ontspannen. Laat het los. Rol je schouders een keer naar achter om ook daar meer ruimte te creëren. En recht je rug een beetje. En leg je handen dan op het midden van je borst. En stel je onder je handen een prachtige bloem voor die blaadje voor blaadje opengaat.
En in het midden van die bloem zie je nu een prachtige gouden bol van licht. Jouw kern, jouw ziel. En op deze plek weet je dat alles goed is. En als je het lastig vindt om die gouden bol te zien, denk dan aan de zon die je onder je handen hebt. En voel dan nu dat gouden licht van onder je handen door je hele lichaam verspreiden. Als een olievlek voel je nu dat alle energie door je hele lichaam verspreidt. En jij opgevuld wordt met je eigen gouden licht. Jij bent nu helemaal opgevuld met jouw gouden licht. Leg je handen dan weer rustig in je schoot. Maar blijf met je aandacht daar bij die gouden bol. En stel je daar een trap voor naar boven. In die gouden bol zie je nu een trap naar boven. En als je bovenaan die trap komt, zie je een hele mooie deur. Je stapt door de deur en komt in de mooiste tuin die je ooit hebt gezien. Dit is de tuin van jouw ziel. En alles is er precies zoals jij wilt. Dus zie maar wat je ziet, hoor maar wat je hoort en voel maar wat je voelt als jij door jouw tuin loopt, waar jij helemaal veilig bent. Waar jij bepaalt wat er binnenkomt. En je loopt daar door die tuin. Adem diep in door je neus. En uit door je mond. En je voelt dat het langzaam donker wordt. Er verschijnen sterren aan de hemel. Je kijkt naar de prachtige lucht en je ziet de maan. Die bijna vol is. En terwijl je door die tuin loopt, zie je in de verte een prachtig kampvuur. Je loopt naar het kampvuur toe en je gaat er lekker bij zitten. En je voelt je er helemaal veilig. En terwijl je zo bij het kampvuur zit, mag je jouw spirit guides uitnodigen ook bij het vuur te komen zitten. Misschien is het er één, misschien zijn het er meerdere. Voel maar wat voor jou van toepassing is. En je mag er nu eentje uitnodigen om met jou te communiceren. En je ziet en voelt nu dat deze spirit guide naast je zit bij het kampvuur. En merk op hoe jij jouw spirit guide ervaart. Misschien voel je een sensatie in je lichaam. Misschien zie je een gedaante of alleen een lichtbol. Of hoor je een stem. Alles is oké. En nu mag je vragen stellen aan jouw spirit guide. Want jouw spirit guide is hier om jou te helpen om nog een mooier leven te leiden dan je nu al hebt. Om je nog dichter naar jouw kern te brengen. En jouw levensmissie te mogen vervullen. En vraag dan nu aan deze spirit guide, hoe kan ik nog meer plezier toevoegen aan mijn leven?
En het eerste wat in je opkomt, is het juiste. Hoe kan ik nog meer plezier toevoegen aan mijn leven? Kijk wat er gebeurt. Dan mag je de volgende vraag stellen. Hoe kan ik nog meer vertrouwen krijgen in mijn connectie? Vraag aan jouw spirit guide hoe jij nog meer vertrouwen mag krijgen in jouw connectie. Wat mag jij doen? En jouw spirit guide zal er alles aan doen om te helpen dat jij nog meer in verbinding met jouw ziel gaat leven. In verbinding met het universum. Zodat jij het leven mag laten ontvouwen wat er voor jou is. En wellicht heeft deze spirit guide ook een naam. Vraag maar aan de spirit guide, hoe wil je dat ik je noem? Maar als het geen naam heeft, is het ook oké. Okay. Het gaat om de frequentie en de energie, dat je die ervaart. En soms hoeft er ook geen naam aan te zitten. En het eerste wat in je opkomt, is het juiste. En tot slot kun je vragen: kun je me een teken geven dat ik weet dat ik op het juiste pad ben? En het eerste woord wat in jouw kop komt is jouw teken. Vraag aan jouw spirit guide een teken, zodat jij weet dat je op het juiste pad bent. Voor mij is dat bijvoorbeeld een lotus. Als ik een lotus zie, weet ik dat ik op het juiste pad ben. En vraag maar of er nog iets laatste is wat jouw spirit guide met jou wil delen. En vervolgens mag jij je spirit guide bedanken. Mag jij je spirit guide een knuffel geven als dat kan. En dan mag je diep inademen door je neus en uit door je mond. En weet dat je altijd mag terugkomen hier bij dit kampvuur. Waar jij om raad kan vragen. Waar jij veilig bent. En vervolgens zie je ook dat alle andere spirit guides bij het kampvuur weer vertrekken. Mag jij ook opstaan. En weer door jouw tuin lopen. Voel dat deze plek er altijd voor jou is om te communiceren met het universum. En je loopt naar de deur. Je kijkt nog een laatste keer achterom. Adem nog een keer diep in door je neus. En uit door je mond. En je stapt door de deur. En je loopt de trap af naar beneden. En kom je weer aan in het midden van je borst. In jouw hart. In jouw lijf. En beweeg dan langzaam weer je handen en je voeten. Beweeg langzaam weer je handen en je voeten. Open dan langzaam weer je ogen. Als jij er klaar voor bent.
Dan zijn we weer hier. Dan ben ik heel erg benieuwd wat je hebt ervaren. Wat je hebt meegemaakt. Even kijken. Ik voel dat het gronden echt belangrijk is voor mij bij het connecten met Spirit Guides. Oh ja, mooi. Dat is mooi om nog eventjes eraan toe te voegen. Zeker. Visualisaties zijn voor mij moeilijk. Ik voel wel, maar visualiseren lukt mij niet. Nee, dus dat is ook heel erg goed, Bianca, voor jou om dus gewoon dat los te laten dat je iets moet zien, maar dat je gewoon op jouw ervaring afgaat. Dus als jij iets voelt in je lijf, dat dat ook is wat het mag zijn voor jou. Dus wees ook niet te streng voor jezelf dat je iets moet zien. Iris zegt, wauw, dankjewel. Ik was bij mijn opa en vriendinnetje. Wat was dit fijn. Kippenvel, een beetje lichtjes in mijn hoofd. Ja, dat komt er allemaal bij. Omdat je je kanaal opent, dan ja, gaat dat soms ook tintelen. Dat is heel bijzonder. Ik voel een soort koelte bij aanraking. Een soort hand over mijn hoofd. Denk, oh, wat mooi. Ja, dat je ook echt voelt van, ik ben bij jou. En dan zegt, ik was heel ver weg. Oh, ja. Naast Michael, mijn vaste spirit guide, nu ontmoeting met Ella. Een zachte en fijne, sterke energie. Als een oma. Heel fijn. Gislaine, heerlijk en normaal. Wel ontmoeting, maar nu zat ik bijna te dutten en voelde het wel heel goed. Ja, dat is ook af en toe ben je gewoon moe. Dat moet ook gebeuren. En Marjolein zegt, mijn symbool is een boot. Oh, mooi. Dus als jij een boot ziet, dan weet je dat je op het juiste pad bent. Mirna is er ook bij. Sinds kort heb ik het idee dat mijn overleden schoonvader een van mijn spirit guides is. En die kwam mij ook als eerste rond het kamp zitten. Oh, wat fijn. Jan zegt, ik voelde een enorme sterke vrouwelijke kracht zoals Gaia, moeder. Ik mag leunen en vertrouwen, meer joy mag hebben. En toen ik wegkwam, stond er een wolf bij de uitgang. Wat mooi. Ja, het kan ook echt een dier zijn. Ik heb ook inderdaad een van mijn overleden honden, die is ook vaak. En een paard, wat ik heel vaak heb gereden, is ook echt bij mij. Dus het kan ook van alles zijn wat jouw spirit guides zijn. David zegt, prachtig. Ik zag het heel goed voor me. Ik heb een fijn verborgen gevoel. Ah, oh, Veer, mijn zoontje. En gaf mijn vertrouwen. Wat mooi. Manon zegt, wauw, mijn opa was er, maar voelde dat er meer waren, maar kwam er niet achter wie nog. Nee, geef het ook de tijd, het mag ook rustig aan, het hoeft ook niet allemaal tegelijk. Daarom focussen we ook eventjes nu op één. En als je dan de volgende keer de meditatie doet, dan kan je altijd vragen nog naar wie er nog meer zijn. En zo kan je ze ook echt leren kennen, want ze hebben allemaal een andere energie en ze zijn allemaal op een andere manier met jou verbonden om jou te helpen. Dus als jij dat ervaart, dat er meer zijn, ga ook inderdaad nieuwsgierig zijn van wat hebben de andere spirit guides jou weer te brengen. Caroline zegt, ik was bij mijn spirituele gids Sally en het teken was woord ja en doe zo verder. Je bent goed bezig. Koude hele tijd. Tinteling in mijn nek, wat lekker. Niet het idee dat ik wat voelde of hoorde, maar wel veel rust in me. Ja, geef het ook even de tijd, Romana, dat je dus gaat ervaren wat het voor jou is hoe jij deze boodschappen gaat ontvangen. En dat je daar dus ook gaat kijken van soms is het ook juist dat je eerst meer in die rust mag komen voordat er boodschappen doorkomen. Want we zijn zo druk in ons leven en we plannen onze dagen zo vol met alles, dat er soms ook geen ruimte is om te ontvangen. Dus misschien was vandaag juist dat jij rust nodig hebt, dit al de eerste stap voor jou om gewoon eventjes te zakken en dat vaker toe te laten. Diana zegt, ik was ontroerd. Ik zag eerst een witte grote engel en Maria. Wauw, een spirit team, mijn Indische opa en oma. Supermooi. Dankjewel, heel bijzonder. Wat heb ik ervaren? Wat ik heb ervaren, alsof er een zacht deken over me zou vallen. Oh, ik was alleen maar aan het gapen op het begin, denk ik wel 20 keer. Ja, gapen is ook echt loslaten, ontspannen, in die surrender komen. Dus soms heb je dat echt nodig om echt eventjes helemaal daarin te komen. Visualisatie lukt me wel, maar soms word ik gefrustreerd omdat het niet altijd lukt, wat wel heel normaal is. Maar ja, ik voel wel aanraking. Ik zag mijn oom. Nou, jeetje, wat fantastisch. Ja, zo mooi. Ik zag geen symbool, maar voelde dat mijn hoofd ja ging schudden als dat ik gewoon de bevestiging mocht voelen. Wat mooi. Chantal zegt, wauw, wat bijzonder. Ik kreeg een warm gevoel en tranen liepen over mijn wangen. Ik voelde al voor het kampvuur de aanwezigheid van een klein meisje die zich later voorstelde als Jolie. Oh, wat mooi. En Niki zegt, zo mooi weer, lieve Rochelle, dankjewel. Er kwam weer een nieuwe guide voorbij en de heldere antwoorden
Breng mij weer verder. Zo tof. Ja, Niki. Ja, het blijft mooi, toch? Het houdt nooit op. En Niki heeft bij mij de cursus Soul Reading gedaan. Dus dit is iets. Je blijft bezig en er blijven nieuwe gidsen. Voor mij komen er ook steeds nieuwe bij. Dus iedere keer is het weer een hele mooie ervaring. Jeanne zegt: ik mag het gewoon gaan doen. En schrijven, 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 schrijven. En meer stilte in de natuur. Nou, daar op Bonaire kan je in ieder geval lekker de ruimte pakken, lieve Sjanne. Kan je lekker gaan schrijven? Ik ben heel benieuwd wat er mag ontstaan daarvan. En Caroline zegt: heb automatisch schrift ook gebruikt, wat kronkels en ook wat woorden. Oh, wauw, mooi. Cher zegt: ik voel de kant en liefde. Vanuit onze sessie had ik het teken. De koelkast. Oh ja, ik weet het nog. En Lies van zich horen, zodat ik mijn ogen ook deed. Wat grappig. Voor welke vragen zet je je spirit guides in? Voor welke vragen je engelen? Ja, dus je spirit guides zet ik meestal in voor dingen die met mijn aardse leven te maken hebben. Dus als ik hulp nodig heb bij een bepaalde keuze of een bepaalde, ook als ik sleutels kwijt ben, dat soort dingen. En engelen vraag ik eigenlijk vaak over grotere dingen. Dus als ik bescherming nodig heb of ik heb healing nodig of ja, ik kan echt wel even wat meer moed gebruiken. Dan gaat het op dat level, vraag ik zeg maar mijn engelen vaak om hulp. En weet je wat ik ook vaak doe, is gewoon het universum insturen van: ik heb dit nodig, kan iemand mij nu helpen? En dan vraag ik niet eigenlijk specifiek om een spirit guide of een engel, maar vraag ik gewoon aan het universum om mij te geven wat ik nodig heb. En dan vraag ik vaak ook niet eens wie het was die me geholpen heeft, omdat ik gewoon vertrouw van: dit is wat ik nodig heb. En daar ga ik dan volledig voor. Maaike zegt: ik zag veel ganzen en zwanen, maar ik kreeg de naam door van mijn broer. Kan het ook van mensen die nog op aarde zijn? Het kan ook zijn, kijk, we kunnen ook communiceren met spirits van mensen die nog hier zijn. Zo kunnen we ook de soul reading doen. Jouw spirit guide zal niet jouw broer zijn die hier nog in leven is. Dat zal niet het geval zijn. Maar het kan zijn dat het wel de naam is van je broer. Want spirit guides communiceren met ons op een manier dat wij het snappen. Dus als ik heel erg van een bepaalde muziekstijl hoor, dan gaat de engelen en de spirit guides met die bepaalde muziek met mij communiceren en niet met klassieke muziek bijvoorbeeld. Dus ze communiceren op een manier dat het voor ons begrijpbaar is. En dus als die naam van je broer misschien een bepaalde betekenis voor je heeft, dan kan het zijn dat ze die naam hebben aangenomen. Farida zegt: ik ben heel emotioneel, heel veel huilen. Mijn oom was er en ik mocht liggen. Oh, in haar schoot, wat mooi. Ja, laat je dragen, Farida, wat mooi. En Helen zegt: ik doe dit voor het eerst. Voelde heel veel zenuwen, tintelingen en warmte in mijn lichaam. Dus visualiseren lukte nog niet echt. Nee, dat maakt ook niet uit. Voel ook gewoon even de ervaring in je lijf. En dat is al een eerste stap. Dus wees niet te streng voor jezelf. Heel erg mooi, Helen. Super fijn. Cindy zegt: kan een kindje dat niet is geboren, misgaan, niet van mij, ook een spirit guide zijn? Of is dat een engel? Ja, een kindje dat niet is geboren kan ook een spirit guide zijn, inderdaad. Even kijken, misgaan niet van mij. Heb je het over een misgaan van iemand anders? Of ik weet niet precies wat je daarmee bedoelt. Ja, dat kan zeker. Dat mag je koesteren, zegt Debbie. Oh, lief dat je daarop reageert. Ja, nee, dus een spirit guide kan ook zeker een kindje zijn, van een zieltje van een kindje, of die nog maar naar je toe mag komen. Of die dus inderdaad via een misgaan bij je is geweest. Dus Mina zegt: ik had heel veel tranen van ontlading, maar ook van liefde die bij me voelde. Een grote glimlach op mijn gezicht. Oh, wat mooi. Ik heb het schrijfgedeelte vaak dat ik hahaha schrijf. Of ik schrijf een woord waarbij ik vraagtekens heb. Kan het zijn dat mijn ego is? Hahaha. Nou, wat ik ervaar is dat sommige spirits het nog zelf moeten gaan uitvinden hoe ze met je kunnen communiceren. Dus soms dan voel ik een nieuwe energie bij me komen en die snapt nog niet hoe het schrijven werkt. En dan krijg ik alleen maar hetzelfde woord door. Of inderdaad een tekening of iets. En dan voel ik soms van dat de spirit nog niet helemaal goed door kan komen, zeg maar. Mooi. Oh ja, van mijn moeder. Het is altijd hetzelfde woord. Ja, dus voel even dat het kan zijn dat het dus een spirit is die nog zelf aan het oefenen is met communiceren. En als hij daar beter in wordt, dat hij daar dus beter in kan doorgeven. Yes, lieve mensen. Wat mooi om dit samen met jullie te mogen doen.
En ik heb wat leuks. Ik had het al gezegd, maar er gaat een hele cursus komen: Spirit Guides en Engelen. En die gaat starten op 17 april, woensdag 17 april. En het zijn 4 sessies waarbij we gaan connecten met jouw Spirit Guides en met jouw Engelen, waar ik je helemaal ga meenemen. In wie zijn ze? Waar kan je je op afstemmen? Hoe kan je vragen stellen? Wat kan je ermee doen? Wat kan je ermee doen in je dagelijks leven? En daar gaan we dus samen mee van start op woensdag 17 april. Hier is de link. En hij is dus nu €111 in de early bird. En ik heb voor degene die er vanavond bij is een kortingscode van 10% als je vanavond meedoet, als je vanavond instapt. De kortingscode van 10% is Spirit 10. En dit is een andere cursus dan de cursus Channelen, want daar hebben we echt geoefend op een soul reading, dus op elkaar afstemmen. En hier gaan we echt oefenen om af te stemmen op je Spirit Guides, op je team, op je engelen. En dat is dus anders dan de cursus Soul Reading voor degenen die hem al hebben gedaan. En de mensen die in mijn alchemistprogramma zitten, die krijgen hem gratis erbij. Dus dat is de voordelen als je meedoet met de alchemist, mijn coachesprogramma. Maar als je dus mee wil doen met de cursus Spirit Guides en Engelen, en we gaan echt, ik ga jullie echt helemaal meenemen in deze materie van wie zijn het, want het zijn er nogal wat die je kan hebben. De tijden van de sessies zijn van 7 tot 8, maar als je wil, kan je hem altijd later terugkijken. Dus het is, ik zal eventjes mijn scherm delen, dan pak ik gewoon eventjes even kijken, hier. Deze is aan de kant. Kijk, we gaan eventjes naar cursussen en dan Spirit Guides and Angels. Dus het duurt 6 weken in totaal, want we starten op 17 april en het einde op 29 mei. 4 sessies waarbij we elkaar live zien, maar je kan hem dus daarna ook nog later terugkijken. Hij is nu dus €111 in de early bird. En als je dus vandaag de code Spirit 10 gebruikt, krijg je nog 10% extra korting. En hierin gaan we dus helemaal intunen op jouw Spirit Team en voelen wie jouw Spirit Guides zijn, jouw beschermengelen, jouw komt. Maken we contact met jouw engelen en met je beschermengel. En ga je dus helemaal daarin onderdompelen de aankomende tijd. Je hoeft dus helemaal geen ervaring te hebben met channelen. En ook als je dus al eerder hebt gedaan met de soul reading, dan is deze cursus weer andere materie. Ze vinden online plaats. Het is via Zoom. En als je niet live erbij kan zijn, kan je hem altijd achteraf terugkijken. En dat maakt dus niet uit. En na afloop krijg je ook een certificaat dat je hem hebt meegedaan. Dus ik ben heel erg benieuwd voor de mensen die vanavond erbij zijn. Even kijken, waar is de chat? Yes. Of jullie zin hebben om mee te doen, kan je ook in schijven betalen. Ja, je kan in termijnen betalen. Ik heb termijnen van, even kijken, wat heb ik ook weer ingesteld? Hij wil niet meer naar de pagina. Super, ik schrijf me in. Oh, wat leuk. En Cindy zegt, yes, I'm in. Oh, Mirna ook, wat leuk. Ja, 3. Sorry, ik had het niet zo. Ja, leuker. 3 termijnen. Thank you voor je hulp. Ja, dus heel erg leuk als je erbij wil zijn, want dan gaan we nog meer verdiepen in je spirit guides. Gaan we nog meer verdiepen in de engelen. En ja, dit is ook wel een van mijn boeken die ik hier heel erg in gebruik. Sonia Choquette, Ask Your Guides. En hierin beschrijft ze zo erg mooi ook hoe je kan connecten. En gaan we daar echt helemaal in mee. En in iedere sessie ga je het ook zelf ervaren. Want ik merk dus het mooiste is om het zelf te ervaren. En zelf te voelen hoe het voor jou werkt. Want op papier kan je wel lezen van, nou ja, zo moet je het doen. Maar zoals je hebt gemerkt, ook in de chat, iedereen ervaart het anders. En dat is helemaal oké. Okay. En je mag juist voor jezelf nieuwsgierig zijn hoe het voor jou is. Even kijken, wat heb ik nog meer? Oh, Charlotte zegt, ik ga me ook inschrijven. En Mirjam, ik ben erbij. En Gislaine, superleuk, klinkt alleen bekend of zo.
Nou, misschien Gislaine, weet jij het al? Dat kan ook helemaal goed. Jasmine zegt, dankjewel, lieve Rochelle, wat mooi. Dat boek lees ik ook. Dankjewel voor je warme begeleiding. Even kijken. Roze zegt, kan je iets vertellen over de Zooms? Iets over de opa en qua verdiepen en intensiteit? Nou, ik moet dat nog even helemaal gaan uitdenken. Maar in grove lijnen hebben we dus 1 uur per sessie. En ga ik je dus eerst meenemen in van wie zitten er allemaal in je spirit team? Wie kan je allemaal ontmoeten? We gaan echt erin duiken van hoe kan je het inzetten in je leven? Want ja, dan heb je connectie en wat ga je ermee doen? Want dat is wat ik zelf ook ervaren van, nou, ik had dan contact met mijn overleden opa en er kwamen in één keer allemaal spirits naar mij toe, terwijl ik gewoon in de bus zat. Maar ja, ik wist niet wat ik ermee moest. Dus ik vond het eigenlijk helemaal niet chill. Dus we gaan ook echt kijken van hoe kan je het toepassen in je leven. En misschien is het wel een bepaald werk wat je doet, waar je het in kan gebruiken. Want bijvoorbeeld, ik doe veel coachingswerk. En voordat ik iedere sessie begin, start ik met het inchecken op mijn spirit team. En ik vraag van wat heeft deze persoon nodig vandaag? Dus zonder dat ik ga bedenken in mijn hoofd, want dit is wat ik wil doen in de sessie, vraag ik ook al om guidance daarbij. Dus we gaan ook echt kijken van hoe kan je het toepassen in je leven. En we gaan echt kijken van wat voor engelen zijn er allemaal. Je hebt je aartsengelen en het zijn er 8 uit mijn hoofd. En dan gaan we ze allemaal echt even af van welke engel kan je inzetten voor wat. Welke is voor healing, welke is voor bescherming. En hoe kan je dat weer inzetten in je leven. Ja, het is vaak dat we om hulp vragen op momenten dat het niet goed gaat in ons leven en hoe blijf je dan toch bij jezelf en kan je erop vertrouwen dat je wat jij doorkrijgt goed is. Dus dat zijn allemaal onderwerpen waar we echt op in gaan doen. Regina zegt, ik doe mee. Oh ja, jij doet al mee, want jij zit in de alchemist. Woehoe. Het boek, dat verklaart het. Super nice. Oh, Gislaine is er ook bij. Wat leuk. Manon, waarom een certificaat? Is dit dan dat je het ook kunt leren aan anderen of toepassen? Nou ja, ik heb gemerkt dat mensen het heel erg fijn vinden om een soort van bewijs te hebben. Een soort van aardse bevestiging van dat dit een onderdeel is van wat je kan. En het is inderdaad voor mij, weet ik niet wat jij ermee gaat doen. Maar het is juist mooi dat jij kan kijken hoe het weer verweven is in jouw leven. En misschien wil je er inderdaad wel wat doen in je werk. En kan jij het dan weer op een manier gebruiken dat het voor jou is? Ja, wie weet. Rosa zegt, heel interessant, dankjewel. Ik heb al een tijd de wens om mij te verdiepen hierin, maar soms is het toch nog spannend. Ik denk dat dit een teken is dat ik mij mag verdiepen. Dank voor je uitleg. Ja, heel fijn, lieve Rosa. Ben erbij, zegt Romana. En Manon zegt, oké, duidelijk, dankjewel. Nou, super tof allemaal. Heel erg leuk. En Nikki zegt ook, ik ben erbij, nu al zin in. Jee, wat fijn. Nou, één groot feest. Ik heb er helemaal zin in. En ik vind het super tof om dit vanavond met jullie te mogen delen weer. Ja, dankjewel. Cindy ook. Joyce zegt, ik ga ook de channel cursus, want die overlappen elkaar. Ja, nee, ik moet ze geven. Dus je kan ze allemaal tegelijk doen, zeg maar. Dus ze zijn dan om de week. Dus dan ben je lekker iedere woensdag aan de slag met mij, Joyce. Even kijken. Gislaine zegt, certificaat van school is ook gewoon fijn. Daarbij zit je serieus mee bezig bent of zo. Oh, ik ben er ook bij. Wat leuk. Rosanne zegt, voor mij was deze keer de visualisatie wel snel gegaan. Dus ik kan wel wat oefening gebruiken. Nice. Yay. Is de cursus interactief of echt luisteren? Nou, we gaan even kijken. Ik ga even kijken hoe groot de groep is. Vooralsnog denk ik dat het een beetje op deze manier gaat. Dus dat je wel mee kan doen via de chat. Want ik heb het gevoel dat dit een redelijk grote groep gaat worden. Maar het is dus wel, iedere sessie ga je echt zelf aan de slag. Dus je gaat zelf de oefeningen doen. En ik ga je ook tussentijds oefeningen geven om thuis ermee aan de slag te gaan. Want het is juist zo mooi om het te integreren in je leven. Dus dat jij ook, ik ga meditaties voor je opnemen, zodat je het thuis ook kan doen. En je daar dus ook mee kan gaan oefenen. Wie zei dat? Die ging iets te snel, Rosanne. Dus dan kan je op je eigen tempo er ook mee aan de slag. Ik denk dat het een beetje wordt zoals hier. Dat je wel kan chatten, maar dat we niet echt één voor één mensen afgaan. Oh, wat lief. Zo blij ik jou weer tegenkom op Instagram. Wat leuk.
Cool. Nou, ik vind het helemaal leuk. Ik heb nu al zin in 17 april. En inderdaad, als je meedoet met multidimensionality, dat is het vervolg op de soul reading cursus. Dus je kan ze allebei tegelijk doen. En het is ook allebei totaal verschillende content. Bij multidimensionality gaan we hele andere dingen doen. Dus ik vind het super tof, Joyce, dat jij allebei gaat doen. Dankjewel voor vanavond. Yay. Dankjewel voor de masterclass. Dank voor deze sessie. Dat was echt super mooi. Dankjewel, José. Marente zegt nog dankjewel voor deze mooie masterclass. Waarschijnlijk tot snel in de cursussen. Yay. Nou, lieve mensen, ik vond het heerlijk om dit vanavond met jullie te delen. Grond jezelf even. Dat is echt door eventjes misschien nog heel veel wandelingetjes te maken. Chocola eten. Veel water drinken. En als je denkt, het tintelt nog eventjes. Stel je dan even voor dat je je kruin dicht doet. Alsof je een dakje hebt. Als je denkt, het is niet prettig meer. En als je echt denkt, het is te veel. Neem even een douche. Want dan spoel je de energie letterlijk even voor je af. En dat geleidt. En dan gaat het allemaal weer de aarde in. Nou, lieve mensen. Ik wil jullie hartstikke bedanken. Dikke kus. Een hele fijne avond. En ik hoop. Hoop jullie allemaal te zien in de Spirit Guide en Engelencursus. Hele fijne avond. Dag lieve mensen. Tot in april. Oh, wat leuk. Yay. Fijne avond.